Hallo, welkom bij deze speciale aflevering van Let's Play Donkey Kong Returns. Ik laat alle puzzelstukjes, alle konglets van Jungle Hissing zien. Ik moet opschieten, want de batterij is bijna leeg. Dus ik ga even heel snel deze walkthroughen. Dat ik even alle puzzelstukjes en alle konglets laat zien. Je zou denken, level 1, zeer makkelijke puzzelstukjes. Maar het is dus niet zo. Deze puzzelstukjes kunnen best vervelend zijn. Zelfs in level 1. Het is een gemeen spel, ik weet het. Maar om nou in level 1 zulke gemene puzzelstukjes te krijgen, vind ik dat toch nog wel een beetje gemeen. Het eerste puzzelstukje. Wie vind je in deze grot? Dankjewel voor het eerste puzzelstukje. Als je die mist, dan ben je meteen al de klas. Want dan denk je meteen al van, ik heb één gemist. Nou, dan weet je dat daar eentje zit. Ik ga het een beetje snel doorlopen. Het volgende puzzelstukje is hier vrij sneaky geplaatst. Je zou denken, de N, mooi, doei. Maar wacht dan nog even, ga dan nog even hierheen. Voor ons laatste puzzelstukje. Die zit namelijk in deze paardenbloem. Wauw. Nou, in ieder geval, hier zit geen puzzelstukje in. Nee, grantje. Waar wel een puzzelstukje in zit, is deze twee. Als je deze twee namelijk aan een strand hebt, zoals ik nu even aan het doen ben, krijg jij een puzzelstukje. Die missen nog wel heel veel mensen. Dus dat jullie het even weten. Hier is een secret, maar geen puzzelstukje. Helaas. In deze bloem. Als het goed is. Nee, wacht. Ik heb een gemist. Hier zit het puzzelstukje in. Dus voor degene die nog niet gepakt hebben. Voor degene die hier dit puzzelstukje nog niet gepakt heeft. Pak gewoon al deze banaantjes. En als je al deze banaantjes hebt gepakt, dan krijg jij een puzzelstukje. En het puzzelstukje, dat wil je wel graag hebben natuurlijk. Hebbes. En dan heb je een puzzelstukje. Fijn. Dank je voor het puzzelstukje. Nou, die missen nog wel veel mensen. Missen die. Hier is de volgende O. Die moet je rollen en dan een 2 in de lucht. Heel simpel. Zul je denken, nou, heel veel mensen die hadden hem niet gepakt. Ik had er ook moeite mee aan het begin. Hier is verder niks. Secrets of zoiets meer. Het is een beetje snelle walkthrough, ik weet het, de batterij is ook bijna leeg. Dus nou ja, in ieder geval, hier komt nog een heel sneaky puzzelstukje die ik ook aan het begin gemist heb. Die is wel best irritant, want je ziet er al een platformpje weggaan van de anderen. Die zit namelijk hier, het volgende puzzelstukje. Veel mensen missen dat puzzelstukje doordat mensen gewoon te haastig dit level doorspelen. En nu zijn wij Diddy Kong kwijt. In principe maakt dat niet heel veel uit. Wij hebben nu Kong bijna compleet. We moeten even een beetje opschieten, want dit level is bijna afgelopen en de batterij is bijna op. Dus we gaan even heel snel dit laatste stukje doorlopen. Want deze ton hebben geen ene sodomiet eraan, dus die gooien we weer weg. Hier zit de secret voor degene die het willen weten. Ik moet snel, dus ik laat hem niet zien hoe je moet halen. Maar hier vind je een volgend puzzelstukje. Voor de mensen die het willen weten. Oké. Nou, we hebben Kong ook nog niet compleet. Dus die moeten we nog even compleet aan. Je komt gewoon bij de secret uit. Je hoeft niet te backtracken of zoiets. Het volgende puzzelstukje is hier vlakbij. Wij gaan even naar boven en dan is hier is het. Oh, daar zie je het volgende puzzelstukje. Helemaal aan het einde is het volgende puzzelstukje. Oké, voor degene die het wil weten. De G is hier. Die is vrij makkelijk te pakken. En dan is hier het einde. Ik sluit alvast af. Tot de volgende keer. Hier is nog een puzzelstukje. Tot de volgende keer. Doei. Pak hier even een Kong logo. Maar ik pak nu een muntje. Dag, dag. Bedankt voor deze korte walkthrough waar ik alle puzzelstukjes en alle konglets even liet showen. En ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Doei doei!